Dus over de centen. De bevrijdingsfestivals die luiden vanochtend tegen RTL Nieuws de noodklok. Namelijk dat er grote twijfels zijn hoe lang ze nog gratis kunnen blijven doordraaien. Want de financiële nood is hoog. Gaat u een goed woordje voor ze doen bij diezelfde mevrouw Kaag? Nou, en ook bij andere collega's, denk ik. Want ik vind het ontzettend belangrijk dat die festivals op 5 mei dat die doorgaan. Er gaan heel veel mensen naartoe. Heel veel jonge mensen ook. Die willen we graag bereiken op 5 mei. Nou, Defensie levert een bijdrage. Hè. Wij verzorgen het transport, het luchttransport van de artiesten. Ik geloof dat het een probleem is wat vooral ook nog te maken heeft met de naweeën van corona. Daar heeft natuurlijk de hele culturele sector en de evenementensector heeft daar inderdaad last van. Dus als we daar naar moeten kijken, dan moeten we dat doen. Want die festivals moeten doorgaan. Goed.